waar je bent, met Koopman op pad. Ja, dan ben je vandaag in Tiendeveen. En in Tiendeveen, daar zie ik een hele bulte zonderen staan. En waar ik ze allemaal meteen komen, dat wil je niet weten. Maar de naam Jansen is veeltallig aanwezig. En dan heb ik Irine Bimmy. En die werkt hier ook, hè? Nou, ik ben hier aanwezig. Laten we het daarop hebben. Je runt de hele tenten. Nee, dat doet de man en de zoons, die doen dat. Ah, met wie spreek ik nou? Met Nina. Nina? Jansen. Kijk, Nina Jansen, dat bedoel ik. De topper van al dat bedrievigheid hier, die alles in kannen en kruken leidt en al die kerels onder de doemelt. Nou, dat dacht ik niet. Niet? Nee. Die kerels die rennen zichzelf prima. Ja, dat zegt ze allemaal, maar... Nee. Ik twijfel door een beetje. En wat vind ik mooi als ik hierin binnen? Wat is dit voor bedrijf? Want ik zie hier grote, mooie grote Scania staan. Ik zie hier zonderen staan. Ik zie hier kranen staan. Ik zie hier maiskneuzen staan. Wat zie ik hier wel niet staan? Ja, je ziet hier hartstikke veel staan. Dus ik denk dat je ook wel een beetje weet wat het is. Dat er gewoon veel loonwerk is. Er is transport. Er is grondverzet. Dus ja, er is van alles hier. Dus jullie bent al een maand of vier in actie? Ja, eigenlijk altijd. Het gaat altijd door. Het is altijd druk. Maar ben je niet heel erg kort op de regering? Ja, maar helpt het? We laten ons horen en nou, op je maken nou, gewoon. Want laat je eerlijk weten, mevrouw Jansen. Laat je eerlijk weten, als je zo kijkt, dit is wel een bedrijf wat draait op boeren toch hoofdzakelijk, of ja, niet? Ja, dat draait eigenlijk allemaal wel op boeren, maar het is wel steeds moeilijker om boer te zijn. En neemt jullie dan dat bedrijf over om het toch te runnen? Ja, hoe bedoel je het boerenbedrijf? Nou ja, het boerenbedrijf, de boer is de manager en jullie voert al het werk uit voor die boer. Ja, dat doen we. De machines die doen gewoon het werk bij de boeren. En is dat nog steeds, want van vroeger weet ik het nog wel een beetje, dan had je een loonbedrijf en weet ik veel wat allemaal meer. Is dat nog steeds wat populair? Ja, bij ons wel, maar je merkt toch wel gewoon dat het boerenwerk, dat is wel wat aan het minder worden. Het wordt hier steeds moeilijker. Het wordt ook steeds moeilijker om boer te zijn en boer te blijven. En wat komt er door, denk je? Ja, wat denk je? Ja, ik denk niet. Nee, laat ik maar niks zeggen wat ik denk. Doe maar. Nee, dan is het niet zo best. Zeg maar gewoon... Nee, worden. Kom maar wijzelijk stil ik bedoel, over Den Haag. Ik zeg maar niet zoveel. Ik bedoel, het wordt tijd dat ze door stront op de stoepen krijgt. Ja, nou dat kan. We hebben hartstikke mooie stronttanken staan. We hebben zo'n grote mest... Hoeveel is de grootste stronttank? Hoeveel liter kan daarin? Niet genoeg voor Den Haag. Oh, nou dan weten jullie dat. Dus hij nou denkt, de tunengokmesten, vergeet het maar mooi. Hoeveel werknemers hebben jullie? Nou, als het gewoon druk is, loopt er wel een man of 40. 40? Jawel. En ik weet dat dit bedrijf vroeger van de familie Dollersen was. Ja, die hebben hier gewoond vroeger, ja. Ja, en toen was die voorste schuur daar, dat was de koestal. Dat bedoel ik. Ja, en die hadden zij eigenlijk wel zo gemaakt dat ze daar ook het loonwerk in. Ja, nou ja, de machines wat in. Ja, waren twee broers, hè? Ja. Die ene broer die had zich druk bezig met boerderij zelf. En de andere die deed een klein beetje loonwerk en een klein beetje helpen met andere boeren. Ja, maar ze hadden eigenlijk wel druk met de koeien ook. Dat hadden ze altijd. Nou, praat hij niet zo plat. Waar kom je nou eigenlijk zelf vandaan? Dat wil jij niet weten. Nou ja, kijk waar hij vandaan komt, weet ik wel. Maar waar ben je opgegroeid? Ik kom uit Amsterdam. Amsterdam? Ja. Hoe kom je dan hier in de... Ja, ik weet wel, Drenthe is verschrikkelijk mooi. Een mooi landschap. Even een bewarkelijk landschap. Dat begrijp ik allemaal. Maar hoe kon je hier dan in Vredesdam vanzelf raken? Ja, nou ja, weet je, je hebt een vader en moeder en die komt dan deze kant uit en dan moet je gewoon maar mee als kind, hè? Die werden verstandig. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ach, en dan ga je eens wat paard rijden en dan... Loopt daar ook wel eens wat kerels rond en dan denk je, hé, dat is er eentje voor mij. Ja, nu zie ik daar zo'n groot ding staan, hè? Waar? Zo'n groot ding, de groene ding, daar achter onze cameraman. Ja. Wat is dat voor trekker? Nou, wat denk je? Ja, nou, een landbouwvoertuig. Een landbouwvoertuig. Ja, volgens mij is het een chauffeur. Het is de 240ste trekker, zie ik. En, maar was die dat nou voor dan? 61,95. Ja, dat zal...
weet je, dat ben echt van die technische vragen, dat weten kinderen eigenlijk op zijn best. Maar het is wel het aantal pk's en zo, hoe zwaar het allemaal is. Hoeveel heb je van die massale ding? Denk wel een stuk of 30. Zou je vertellen wat ik hoop, mevrouw Janssen? No. Dat is hier nog Jorn de jongens aan het werk kunt halen. Ja, dat hoop ik ook. En dat die PFAS en die stikstof en die CO2 en dat gesotometer, dat ze dat maar ergens aan gaan doen en niet hier. Nee, inderdaad. Wat dat betreft kun je beter in Duitsland wezen. Bent ze wel eerlijker, hè? Ja, ja. En wij weten gewoon, als je doorverkolen wordt, worden wij ook verkolen. Dan worden wij ook verkolen, ja. Maar binnen we hier verkolen, wordt ze in Duitsland niet zo erg verkolen. Nee, nee. Dus maar dan hebben wij ook nog een bedrijf in Duitsland. Waar? Lange Weddingen. Waar? Lange Weddingen, dat is vlakbij Maagdenburg in de buurt. Dat is net de weg? Ja. Dat is een hele... De rieven daar gaan niet naartoe? Nee, maar kijk, dan gaan die vrachtwagens alleen en dan gaan ook altijd heel veel trekkers naartoe. Zal ik maar vast te starten dan? Ja, doe maar. Stap er maar op. Zullen we dat doen? Ik vind het helemaal prima. We maken zo'n ritje. Over 8 uur zijn we er wel. Doen we. Helemaal goed. Best. Dankjewel, hè. Prima. Oh, Roelof, want voor mij ben je nummer 1. Ik bouw dir een slos. Oh, dat is altijd mooi. Waar gaan we okay, heen dan? Oké, nee, laat niet zingen, want dat komt niet goed. Dat komt niet goed. We zijn heel aan de weg. Hé, hey, Volkie, kom op pad. Gezellig, hè? Wij maken een heleboel filmpjes. Overal in de gemeente Hoogeveen. En wat het maar leuk is. Hey, suggesties of mooie ideeën, schrijf ons in. Hieronder staat het e-mailadres. En als je onze filmpjes leuk vindt, hier staat het abonneren. En abonneer u daar. Op onze filmpjes. Koopman op pad. Een wekelijkse rubriek met altijd een beetje muziek. Beste kijker en luisteraar. We hopen dat u weer heeft genoten van deze aflevering van Koopman op pad. Ook het team van Koopman op pad heeft te maken met de coronacrisis. En daardoor kunnen wij niet meer garanderen dat wij vanaf nu elke week een nieuwe Koopman op pad hebben. We blijven het uiterste proberen, maar het wordt in deze periode steeds lastiger. Vooralsnog willen wij onze ouderen en de mensen die getroffen zijn door het coronacrisis een hart onder de riem steken en hun het allerbeste wensen. We hopen elkaar via Koopman op pad in de toekomst nog vaak te ontmoeten.